Pieter Omtzigt is nog niet 100% hersteld. Ja, waar je in een normale baan na een burn-out misschien eens zou beginnen met een paar uurtjes werken of op een gegeven moment een halve dag, is dat voor Kamerleden niet mogelijk. En dus gaat Pieter Omtzigt, ook al is hij pas net herstellende van die burn-out en er nog niet helemaal, vanaf 15 september wel weer vol aan de slag als Kamerlid. Hij gaat verder als zelfstandig Kamerlid, dus definitief niet meer voor het CDA. En hij zegt ook dat hij niet van plan is om een eigen partij op te richten. Hij geeft wel aan in een interview met de Tubantia dat hij niet van plan is om weer 70 uur per week te gaan werken. En hij heeft strakke afspraken gemaakt met zijn familie om hem daaraan ook te houden. Want hij zegt dat is toch wel de aard van het beestje. Aan de Enschedeze krant vertelt Omtzigt dat hij toen hij net thuis zat ook naar de debatten keek die over hem gingen. En hij zegt, ik weet niet of het verstandigste was. Ik werd er niet rustiger van, maar kon het ook niet laten. Hij vertelt dat hij meerdere keren op zijn tong heeft moeten bijten toen hij de meest besproken man van Nederland was. Hij wilde reageren, maar hij wist dat het beter was om dat niet te doen. Het was een goede oefening, zegt hij. Omtzigt zegt dat wat er met hem gebeurde hem op meerdere manieren uit balans heeft gebracht en dat die balans nu voor een groot deel terug is. En op de vraag of hij heeft overwogen om helemaal te stoppen als Kamerlid is hij stellig. Ik heb niet toegelaten dat dat een optie zou zijn. Omtzigt kwam natuurlijk voor het CDA met 342.000 voorkeurstemmen in de Kamer. En hij had toen ook een duidelijk plan voor Nederland hoe het anders kon met de bestuurscultuur. En daar wil hij dan ook in Den Haag weer aan gaan werken. Ja, Marieke, hij begint geen nieuwe partij, maar hij gaat ook echt niet meer terug naar het CDA. Wat kunnen we dan nog wel van hem verwachten de komende tijd? Ja, dat hij dus zijn zetel heeft meegenomen, dus dat hij nu als groep Omtzigt aan de slag gaat. Dus ik vraag me ook af of hij inderdaad het voor elkaar gaat krijgen dat hij dan minder uren gaat werken. Want dat betekent nu dat hij eigenlijk alle debatten zou moeten doen. En Omtzigt een beetje kennende kan hij dat ook niet laten. Mm-hmm. Want eerst had hij natuurlijk maar een paar dossiers en nu zou hij dan ook echt als groep Omtzigt en met die ene zetel bij elk debat moeten zijn. Dus dat wordt denk ik nog wel lastig voor hem. Kan hij niet gewoon één dossier uitzoeken en daar dan volop gaan? Dat zou kunnen, maar hij zegt zelf aard van het beestje. Dat zijn ook de formatiedebatten waar je dan bij bent. Dat zijn, er zijn veel belangrijke debatten. Hij vindt natuurlijk ook zelf Europa belangrijk, financiën belangrijk. Dus dat wordt nog wel een moeilijke, denk ik, voor hem. Maar ja, hij zal zich op de zaken die hij altijd belangrijk heeft gevonden ook voornamelijk gaan richten. En daarbij, hij is niet opeens de idealen van het CDA kwijt. Die zal hij ook nogal gewoon nastreven. Dus hij zal daarin best wel optrekken, ook met zijn oude partij. Ja, en misschien dus met een minderheidskabinet als dat er komt. Precies.